Volgens mij heeft hij alle V8 logo's eraf geknutseld. Maar mij fopt hij niet. Hoe harder ik optrek, hoe meer ik naar links moet sturen met hem. Vandaag ben ik op pad met een Volvo XC90. Met 374.000 kilometer op te tellen. Dat is niet niks voor een auto als dit. Dat is een zware SUV. Het is een platform waar ik normaal niet een hele hoge pet van op heb. Het is een zware, grote auto met heel veel luxe en techniek aan boord. Dus daar gaat regelmatig wat aan kapot. Maar dit is er eentje met een Japanse motor erin, namelijk een Yamaha V8. Het zou zomaar kunnen dat die toevoeging van wat Japanse onderdelen dit platform de betrouwbaarheidsboost heeft gegeven die hij kan gebruiken wat mij betreft. We zijn nou een stukje op weg en eigenlijk geen ernstige dingen tegengekomen. Wat wel opvalt is dat het stuur scheef staat en dat de auto wat naar rechts trekt. En hoe meer gas ik geef, hoe meer die naar rechts begint te trekken, dus ik moet steeds meer bijsturen. En er rammelt en kraakt wel het nodige. Ook met remmen of aanremmen voor een bocht kraakt er iets in de ophanging. Daar moeten we echt even naar kijken waar dat vandaan kan komen. En gewoon een hoop rammeltjes en dingetjes in het interieur. Achter in de kofferbak is er of iets verschrikkelijk kapot of er liggen wat flessen los. Ik hoop dat het laatste is. Nou, we gaan zien wat deze auto allemaal te verschuilen heeft. Mooie symfonie van de kachelmotor en het piepje in het onderstel. Nou, een paar dingen die we ondertussen gemerkt hebben aan de auto is de kraak die erin zat toen we net wegreden, was best wel aanwezig. Die is nu de auto wat warmer is eigenlijk helemaal weg. Het lijkt erop dat een van de rubbers in de wielophanging versleten is. Meestal als die rubbers een paar keer langs elkaar gescharnierd hebben en de boel wordt allemaal wat warmer, dan stopt het met kraken. Dus het feit dat die dat alleen koud doet, duidt erop dat het iets in de rubbers zou kunnen zijn. Deze auto heeft geen permanent 4x4 systeem, maar werkt met een Haldex systeem. Dat is een koppeling die ingrijpt op het moment dat het nodig is en alleen dan kracht naar de achterste wielen stuurt. Dat is een systeem wat nog wel eens kapot wil gaan en al helemaal met een kilometerstand als deze zou dat natuurlijk zomaar kunnen. We staan nu op een stukje onverharde grond en ik ga gewoon een keer stevig optrekken om te kijken of alle vier de wielen aangedreven worden bij optrekken. Dat voelde alsof het werkt zoals het hoort. Ondanks dat het geen goedkope auto's zijn om in de lucht te houden, zijn het stiekem wel hele fijne auto's om in te rijden. Op de snelweg is die heel lekker stil. Totdat je het gas intrapt, dan komt die V8 echt goed naar voren en die klinkt ook echt goed. Lekker veel koppel, maar ook boven in toeren heeft hij nog best wel wat vermogen. Wat bij een hoop andere Volvo motoren niet het geval is. Die zakken bovenin echt een beetje weg, maar deze V8 die houdt daar ook gewoon lekker veel power. Het zit fantastisch, zoals elke Volvo zo'n beetje. Ja, het is gewoon een fijne reisauto, kan niet anders zeggen. Ophanging vind ik wel redelijk bonkerig. Dat is bij dit exemplaar wat meer dan gebruikelijk. Hij moet natuurlijk ook een beetje stug zijn om te zorgen dat hij niet met de buitenspiegels het asfalt kust op de rotonde. Maar op scherpe hobbels is het vervelend en kan het beter. Voor de rest hebben we wel een lijstje gevonden en ben ik vooral heel benieuwd hoe die er van onderuit ziet. Deze week een klokje rond, alweer een Volvo, een XC90, maar dit keer wel eentje met een V8 motor. Er staat 375.000 kilometer op de teller. Daan, en iets van jou, wat doet een jonge man als jij in een auto zoals dit? Kinderen mee naar de opvang rijden voornamelijk. Ja. Hij komt uit de familie. Oké. Okay. Hij is van mijn vader doorgegeven aan mij. We rijden met heel veel plezier in, zijn hele lekkere auto. Ja. Ja, we rijden eigenlijk alleen maar naar de kinderopvang en weer naar huis tegenwoordig, want ja, je kan nergens heen. Nee, dus, dat is ook zo. Ja.
Dus het is eigenlijk een auto die je al jaren kent? Ja, eigenlijk ja, vanaf de eerste kilometers is die in beeld geweest. Mm-hmm. Is bij mijn oom. Ja. Die heeft hem 4 of 5 jaar gereden. Ja, en daarna stond hij bij ons op de oprit thuis. Ja, en hoe is hij aan al die kilometers gekomen? Hoe is hij gebruikt? Snelwegkilometers voornamelijk. Okay, hij is, toen wij hem kregen, was hij 5 jaar oud, mm-hmm. ongeveer. Had hij uit mijn hoofd een beetje rond 120.000 kilometer gereden. Ja. En daarna is hij eigenlijk wel vast 50.000 per jaar mee gereden. Dus gewoon elke dag ja, bijna 200. 50.000 per jaar, ja, met een V8? Ja. Okay. Ja, het is een hobby, zou ik maar zeggen. Ja. Want, ik zou het zelf niet de auto ervoor kiezen, maar ja, hij is er zo mee gereden en altijd met heel veel plezier in gereden. Ja. Een hele fijne auto. Dat is ook een beetje de reden dat hij nou bij ons thuis op de oprit staat. Dat het, ja, het is toch gewoon, hij is lekker uitgevoerd, gewoon een leuke motor. Dat zie je tegenwoordig gewoon niet meer. Nee, nee. Ja, het is gewoon een heel dik ding. Gewoon een heel dik ding en rijdt echt als een koning. Hey, Tim die is mee bezig. Wat gaat hij vinden zometeen? Durf je een inschatting te maken? Ik hoop niet zoveel. Ik ben heel benieuwd hoe die er aan de onderkant uitziet. Ah, ja. En dat is toch een beetje een dingetje. Een beetje de typische dingetjes van de Haagse overbrenging. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld. Die is al een keertje vervangen. Maar ja, je weet nooit hoe het er nu toe gaat. Ja. Zelf vind ik hem, als je langzaam optrekt, van z'n 2 naar z'n 3 af en toe een bonk geven. Okay. En als je net wat harder rijdt, dan doet hij het heel soepel. Ja. Het is echt alleen als je heel rustig, eigenlijk een beetje file rijden. En dan dat hij van z'n 2 naar z'n 3 schakelt, dan wil hij... Althans, dan merk ik het. Ja. Maar ja, die versnellingsbak is al een keertje vervangen. Ook al? Ja, ja. hij heeft zo zijn dingetjes gehad. Ja. Het is een groot, zware auto. Dus dan slijt het ook wat harder, neem ik aan. Ja. Nou, we gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik sla een kruisje voor je. ik hoop dat het meevalt. Nou, we zijn net begonnen met de inspectie. De auto staat net op de brug. En dan laat ik de motor altijd even lopen, zodat ik die goed kan beluisteren. En eigenlijk valt dan pas op, dat is in de auto niet te horen, dat er een bijgeluidje met stationair in de motor zit. Als het toerental iets verhoogd wordt, dan wordt dat bijgeluidje aanzienlijk erger. Dus ik ga even aan mijn collega Dennis vragen of hij dat wil doen. Dan gaan we even kijken of we kunnen luisteren en pinpointen wat hier precies aan de hand is. Doe nog eens. Daar is hem, hè? We hebben hem te pakken. Deze auto is uitgerust met een variabele lengte inlaatspruitstuk. Dat betekent dat hij de lengte van de buizen van het inlaatspruitstuk die naar de cilinder gaan, kan variëren in hoge toerentallen. Is het voor het koppel en voor het vermogen gunstig. Als die lengte korter is, in lage toerentallen, wil je een langere lengte van die inlaatbuizen. En dat kan dus gevarieerd worden met een klep. Die klep wordt vacuüm bediend en die zit dus in dat inlaatspruitstuk. En die klep in dat inlaatspruitstuk, die rammelt behoorlijk. Als de lucht bij een bepaald toerental op een bepaalde manier in dat spruitstuk fluctueert, dan gaat die hele klep dus rammelen. En als ik die gewoon met de hand tegenhoud, dan is het weg. Dat... best irritant. Nou, de onderkant van de Volvo zijn een paar dingen die opvallen. Een van de dingen is olielekkage, wat natuurlijk niet heel typisch is voor een Japanse motor, maar hij doet het toch echt. Het komt hoog weg. Het lijkt in ieder geval een klepdekselpakking te zijn die lekt. Maar het is vrij veel. Dus het zou ook kunnen dat een afdekking van de distributie lekt. Ander ding wat opvalt is een beetje een vreemde constructie van de remleiding. Normaal lopen alle remleidingen vrij hoog. Langs het schutbord naar de andere kant vanaf de hoofdremcilinder of de ABS-pomp. In dit geval hebben ze ervoor gekozen om die heel laag te plaatsen en eigenlijk heel vlak boven de uitlaat langs te laten lopen. De klemmetjes zijn niet helemaal goed meer en de remleiding is iets verbogen. Wat erin resulteert dat de remleiding nu tegen de steun van de uitlaat aanloopt. Dat is
Hij is nog niet doorgesleten en het is nog niet echt gevaarlijk, maar het is gewoon vreemd. En ik ga zo even kijken of ik dat weer in model kan buigen. Een van de dingen die tijdens de proefrit opviel en eigenlijk het meest hinderlijk was, is dat de auto constant scheef trekt. Hij heeft constant de neiging om naar rechts te gaan. Ik hoorde net dat de automaatbak recent vervangen is. Nou, die schakelt ook nog hartstikke prettig. Maar om die te vervangen moet het subframe zakken of losgehaald worden. Aan dat subframe, daar leunt de motor op. Maar er zitten ook de wieldraagarmen aan vast. Dus het is best wel belangrijk hoe dat subframe teruggeplaatst wordt op de auto. Er zit een stukje uitleiding in. En als we kijken bij deze bout, dan zien we dat die niet op de oude afdruk zit. En dat die uit het midden zit. Terwijl deze bout van het subframe wel netjes in het midden zit en op de oude afdruk lijkt te zitten. Dus dat hele subframe zit ietsjes scheef onder. Waardoor de wielen dus automatisch ook ietsjes scheef onder de auto staan. Dus ik heb zo mijn vermoeden dat het scheeftrekken daardoor veroorzaakt wordt. Voor de rest is er aan de voorkant niet zo heel veel ellende te zien. Wel wat loshangende hoezen van de flexibele delen, maar dat kan verder niet zoveel kwaad. Als we naar de achterkant van de auto lopen, dan zien we vooral wat draagarmrubbers die gewoon oud zijn. Dat begint allemaal los te laten. Die rubbers, of dat rubber zit gevulkaniseerd aan een metalen bus waar de bout doorheen loopt. En die metalen bus begint te roesten, waardoor die rubberlaag of dat hele rubber langzaam loskomt van die bus. Nou, dat kan gaan kraken, dat krijgt speling. Dat heeft ook weer invloed op de uitleiding. En dat is gewoon tijd om daar het een en ander te vervangen. Een beetje hoge slag in de banden en speling in het stuurhuis. Als ik hem links-rechts beweeg, dan zie je dat die hele stuurstang heen en weer gaat. Dat is gewoon het stuurhuis zelf wat speling heeft. Hij mag wel naar binnen en naar buiten gaan, maar hij mag niet zo heen en weer gaan en dat doet hij wel. Tim, het is geen eenvoudige auto, maar hier is het toch gelukt om hem goed te houden. Daar lijkt het wel op. Hij is zeker niet feilloos en er zijn echt wel de nodige aandachtspuntjes. Maar het geheel is helemaal niet slecht. Net wat je zegt, het is best wel een complexe auto. Ja. Een dwarsgeplaatste V8, dat zie je bijna nooit. Al met al zeker niet slecht en best wel een fijne machine om lange stukken in te rijden. Ja, wat zijn de eerste dingen die er moeten gebeuren? Wat heeft de meeste haast? Olielekkage. Nou, remleiding hebben we net al een beetje bijgebogen. De ophanging moet gefixt worden, dus er moeten een aantal rubbers vervangen worden. Het subframe moet weer rechtgeplaatst worden en de uitleiding moet hersteld worden. Even kijken wat ik nog meer aan ellende heb. Het kraken van de remmen, daar zou even gekeken moeten worden of daar niet een remzuiger of iets dergelijks vast zit, wat daar precies gaande is. Nieuwe bandjes heeft hij eigenlijk nodig, die zijn redelijk versleten, die zitten echt wel aan het minimum. En voor de rest zijn er niet zo heel veel ernstige dingen, een hoop kraakjes, piepjes en dingetjes wat hinderlijk is, maar daar rijdt hij verder niet vervelend van. Het is een oude auto voor natuurlijk. Het is een oude auto met een hoop kilometers achter de kiezer, maar ik begreep ook dat het plan is om nog wel aardig wat kilometers daaraan toe te voegen. Ja. Dus is het zaak om hem goed bij te houden, dat is tot nu toe gedaan, dus vooral blijven doen. Ja. Wat is de reputatie van die V8? Weet je daar iets van? We hebben er niet heel veel in onderhoud. Het is een Japanse motor, dus zou je zeggen dat is lekker betrouwbaar. Nou, deze toont aan dat het ook zeker kan, want hij heeft al heel wat gelopen en inderdaad het inlaatspruitstuk rammelt en hij lekt wat olie. Maar hij loopt echt nog als een zonnetje, hij heeft zijn vermogen nog goed, hij klinkt verder goed. Dus wat mij betreft wel een goeie. Hey, het is een positief verhaal geworden, hè? Zelfs de versnellingsbak is nog goed. Zelfs de versnellingsbak is goed. Ja, nee, blij toe. Eigenlijk. Ja. Eigenlijk een beetje zoals ik het had gehoopt te zien. Ja, er mankeert natuurlijk altijd wel wat aan een rubbertje, geluidje. Ik bedoel, geluidjes te staan is onbekend. Ja. De rubbertje stress altijd wel wat te vinden natuurlijk. Ja. Hey, je zegt net van ik gebruik hem eigenlijk een beetje om de kinderen mee te transporteren van hier naar daar. Maar wat ben je er nog mee van plan? Moet hij nog lang mee? Hè? Nou, wat ik begrijp en wat ik zelf ook wel heel leuk zou vinden als hij er nog inderdaad heel lang rond blijft rijden. Ja. Ik vind het een mooie auto, hij rijdt heel lekker, dus ja, zolang dat mogelijk is, denk ik dat we dat ook zeker gaan doen. Ja, de basis is nog goed, je hoeft hem alleen maar bij te houden. Een paar rubbertjes vervangen en dat rateltje van het variabele
klepsysteempje, uitlaatspruisstuksysteempje. Ben ik er wel benieuwd naar of dat makkelijk verholpen kan worden. En anders, ja, weet je, zolang het geen kwaad kan, zolang je weet wat het is, denk ik, dan heeft het ook niet zo heel veel haast voor mij in ieder geval. Nee. Ja, en de bandjes. Ja, rustig sparen tot je het allemaal weer kan betalen. Ik denk dat er nog spaarrekening is. En blijft tanken natuurlijk. Ja, nou, ja, ik denk dat de tank de spaarrekening blijft plunderen. Ja. Dat is, die is wat minder. Het is toch al gauw over de 100 euro in de tank. Dus, maar goed, het hoort er een beetje bij. Wat verbruik je? Ja, wij rijden alleen maar binnendoor. Dus wij zitten toch al gauw op de 1 op 5, 1 op 6 gemiddeld. Ja. Terwijl als je op de snelweg gaat rijden, zit je op de 1 op 11. Okay. Beetje, dus het kan wat fijner worden, maar ja, je houdt er rekening mee. We hebben van 2 auto's 1 auto gemaakt, dus... Okay. Ja. En je krijgt er veel voor terug. Het is ruim, het rijdt als een koning, dus ik vind het helemaal mooi.